Hallo. Spannende constructie met de telefoon. Ik heb zo'n zuignap gekocht voor daarachter. En hij staat nu op mijn naaimachine. Deze belichting daarentegen is geen feest. Maar ik moet voor mijn lieftallig naar moed. Mijn lieftallige collega Tessa zei, je moet echt gaan vloggen, superleuk. Dus bij deze. Ik ben zwarte wattenschijfjes aan het maken. Voor als je die gothic leven leeft. En de lichtere kleur. Die worden op een gegeven moment niet meer zo schoon als dat ze zijn als je ze koopt. Dus mocht je willen dat ze er voor altijd even mooi uit blijven zien. Tot op zekere hoogte. Er zijn ook zwarte. Ik heb net... Het is nu bijna 7:15. Ik was om 5 uur klaar met werken. Ik heb het een uur zitten vechten met mijn lokker. Volgens mij is dat ding ouder dan ik. En er zit een sticker op dat hij volgens de vakman in 2003 een beurt moest hebben. Dus misschien is het daar tijd voor. Ik hoop dat mijn telefoon niet naar beneden valt als ik dit doe. Maar ik heb enorme honger. En nu zul je denken, je bent gewoon thuis. Eet dan eerst even wat muts. Maar ik ben inderdaad gewoon thuis. Op dit moment. Maar ik ben op iemands huis aan het passen. Op iemands katten en vissen en weet je, de tuin. Want het is mooi weer buiten. En daar is het eten. Dus als dit klaar is, dan pak ik het in. Doe ik het op de bus. En dan ga ik daar weer heen. En dan ga ik jullie de katten laten zien. Het zijn katten die gewoon naar buiten gaan. Mogen gaan. Doen. Ze hebben een kattenluikje. En zoals wel bekend van katten, brengen die cadeautjes. En ik had gisteren een spitsmuis. En vandaag had ik een inie-mini vleermuisje. Dus ik ben benieuwd wat het morgen is. Maar een van de twee sliep in mijn bed de hele nacht. Dus de andere brengt... heeft in ieder geval een vleermuis gebracht. Als jij degene bent die twee setjes zwarte wattenschijfjes had besteld, weet dat ik er enorm mijn best voor heb gedaan. Jullie zijn op de telefoon. Ik wou zeggen, ik wou even kijken hoe ze heet. Daar was ik dus al bang voor. Nu zijn jullie weer veilig. En verder. Ik heb vandaag een kantoorbaan gepleegd op mijn werk. Ik weet niet of jullie dit weten, maar ik werk bij een stoffenwinkel. En ik moest vandaag iets wat ik normaal altijd moet doen, moest ik uittypen, zodat iemand dat zou kunnen leren. Kantoor. Lekker zitten op kantoor en typen. Zo, twee setjes watches. Wel is dat als je honger hebt, dat je dan echt niet meer hoeft te doen. Heb ik altijd. Ik gebruik trouwens voor het inpakken van als jullie iets bestellen. Dit zijn allemaal wijndozen. Die heb ik van mijn vader gekregen. Die had heel veel wijn gekocht. Want mijn ouders kopen altijd in één keer zo dozen wijn. Want mijn ouders hebben een kelder met een wijnrekje in. Het is niet zeg maar fabulous wijnkelder. Als een van mijn ouders dit ziet, jullie wijnkelder is heel fabulous. Maar het is niet zeg maar kasteel wijnkelder live. Ik ga jullie even hier neerzetten. Dit is veel beter, daar vallen jullie ook niet om.
De angle is niet heel charmant. Maar daarom heb ik nu heel veel wijndozen. Dit is zeg maar heel plat, dus dan neem ik gewoon een plat stukje karton. Ik heb een backcut. Hé, dat was echt ziekelijk mooi in het midden. Dan, ik heb een stempel. Ik weet niet waarom ik jullie precies wil vertellen bij hoe ik het pakketje pak, maar misschien vind je het leuk. Ik heb een stempel met mijn logo erop en dan de verf die ik ook gebruik voor op zakjes. Als je die strijkt, dan wordt die watervast. En anders is het gewoon een hele mooie stempel. Die doe ik achterop, want het is leuk als je een pakketje binnenkrijgt. Dat je niet denkt, wat is dit matig ingepakte object. Maar dat je weet dat het van mij komt. Ik gebruik papiertape. Ik kan het moeilijk niet dichtplakken, weet je wel. En dit is toch niet zo verneukeratief. Ik vind het echt een grappig woord. Als plastic tape. Ik heb trouwens weer nieuwe scheermessen binnen. Het zijn trouwens precies dezelfde scheermessen. Deze hebben een dingetje aan de achterkant. Dat hebben ze. Deze hebben dat allemaal. Maar ik had eerst die dat niet hadden. Maar verder zijn ze precies hetzelfde. En wat wou ik daarover zeggen? Ik kreeg heel vaak vragen of het niet gevaarlijk is, of het niet pijn doet, of weet ik er wat. Het heet niet voor niets een safety razor. En je kunt je met ieder scheermes uiteraard pijn doen, want het is een mes. Maar je doet je hier niet sneller of meer pijn mee dan met een regulier Venus of wat dan ook mes. Ik heb het idee dat ik iets wou vertellen en dat ik nu volledig aan het blanken ben op wat dat dan zou moeten zijn. Ik gebruik trouwens ook altijd postzegelcodes op pakketjes die ik verstuur. Want ik probeer alles zo in te pakken dat het door de brievenbus kan. En tenzij je echt heel veel bestelt of niet in Nederland woont. Nou, naar het buitenland gaan ze ook zeg maar met de brievenbus size mee. Maar naar het buitenland moet ik op het postkantoor, dat is de Jumbo, er hoe heet dat? Een sticker, zeg maar een verzendsticker op laten plakken. Maar binnen Nederland, als je, tenzij het niet in een brievenbus zou kunnen, gaat er zo'n code die je zeg maar op de plek van de postzegel schrijft op. En nu heb ik mijn telefoon even nodig. Hey. Dit is hoe ik begroet word als ik weer langskom. Ja. Je bent een papje. Ze is helemaal zwart. Voor die gothic leven. Net als de WhatsApp. Dit is gewoon de gothic vlog. Voor je gothic leven. Is toch mooi. Maar het past dus op een heel huis. Dus ik heb een hele tuin. En twee katten. Doe wel knuffen. Je bent wel nat van buiten. Nu is mijn hoofd nat. Kopjes. Kom eens hier. Kom. Ja. Zijn wij de vrienden? Wil je hallo zeggen tegen de mensen? Je hebt al een beetje hallo gezegd tegen de mensen. Hallo. Hashtag genieten. Ben je een leuke kat? Nu is mijn bril is nat van je homie. Jij bent niet nat. Waarom was hij buiten en jij niet? Deze schaduw is real. Remind me, als ik ooit mijn eigen huiskamer heb, dat ik niet zulke lampen ophang. Want brilschaduw maakt dat het eruit ziet alsof ik al een tijdje dood ben en mijn make-up uitloopt. Ik heb net een graspopkaartje besteld. En ik heb er nu al zin in.
Graspop is een metal festival trouwens. En het is eind juni. Kijk dan, dat is toch een poepje. Daar wil je toch voor altijd mee knuffen. Dit is gisteren op mij in slaap gevallen in bed, terwijl ze heel hard aan het spinnen was. Deze kat heet trouwens Josephine. Josephine is een snoepje. Joortjes. Ik vind katten zo leuk. Ik zou zo graag zelf een kat willen. Maar dat kan niet waar ik woon. Als iemand een heel huis voor mij te huren heeft voor een degelijk bedrag in Tilburg, laat het me weten. Of als je een heel groot huis hebt met 2 keukens en 6 badkamers en zo. Kijk dan, wat wil je toch opeten? Ik word hier zo blij mee, man. Zo blij. Knufkat. Dit is de andere kat. Die kwam van buiten, die gaf mij een kopje in mijn gezicht. Wil graag op mijn quiltsituatie staan. En ging daarna zijn nat uitschudden op mij. Het was heel fijn. En nu zit het gewoon vies op mij. Jee. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst iets gefilmd heb, maar ik heb mijn haar net gewassen. Of nou net, dat is echt uren geleden, maar het is nog steeds zeiknat. Ik heb hier een kat. Ik wil echt een kat. Hallo. En het liefst in helemaal zwarte, want ik draag altijd alleen maar zwarte kleren. En anders zie je dat er een kat is. Ik weet niet of je dat nu kunt zien. Kattenhaar. Ik ben... Want het is vandaag 1 mei. Ik ben op de een of andere manier ergens een keer afgedwaald in het bijhouden van mijn bullet journal. En ik merk gewoon aan mezelf dat ik minder gedaan krijg als ik niet plan wat ik ga doen. Dus het is vandaag 1 mei. Ik was vandaag vrij. Dat leek me een geschikt moment om weer te beginnen. Dus als jullie... ik wou zeggen, als jullie geduldig even wachten, maar jullie hoeven helemaal niet wachten. Ik ga jullie straks laten zien wat ik up zal zetten voor mij. En dan ga ik hem braaf bijhouden. En dan gewoon braaf iedere zondag de week daarna plannen. Mijn stem klinkt echt verschrikkelijk. Ik weet niet hoe het komt. Dus dan ga ik nu weer verder. Het is heel spannend dit, hè? Goede angles ook. Wat meer MySpace-angle erop, hè? Met mijn kat. En mijn make-uploze hoofd. Je bent een leuk rondje. Dit is een rondje. Dit is wat er gebeurt als je voorover gebogen zit. Hallo. 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 Dit is de kat die jullie volgens mij nog niet echt gezien hebben. Ga je gewoon op me zitten? Gelukkig weegt deze kat niks. Oh nee, oh. Zo schattig. Voor de mensen die zoiets hebben van, bitch, katten interesseren me niet. En meestal met mijn meispread. Ik heb net op het internet, hallo. Dan kun je zo kiezen voor, want ik heb geen tarotkaarten. Lijkt me wel heel vet. Maar om er 3 te trekken, ik dacht, dan doe ik dat. En dat is dan een soort van, voor deze maand. En ik zat eraan te denken om ook iedere dag eentje te doen. En dat het een soort van het ding voor de dag is. Dan heb ik hier gewoon een maandoverzicht. De dagen waar een streepje onder staat. Daarop ben ik vrij. Ik heb een week vakantie. Pardon. En dit zijn de... Hoe noem je dat? Ik weet niet of het wikka is of... iets anders, maar de feestdagen. En weet je wat heel grappig is? Even kijken.
deze. Dat is tussen 20 en 23 juni. Ik heb op een vrije school gezeten. En dan is het Sint-Jansfeest. Want heel veel van deze feesten komen overeen met vrije schoolfeesten. Dat is ook Beltane. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Is op 1 mei. En dat is zeg maar het begin van soort van de lente. Of het uitbarsten van de lente. En op een vrije school heb je een feest met een meiboom. Met linten eraan. Waarbij hetzelfde gevierd wordt. Dus dat is echt super interessant. En ik dacht, ga eens wat tekenen. Ik ga ook nog de binnenkant van de kaarten tekenen. Dit zijn de maanfases. Dus het wordt wel wat. Ik weet niet waarom hij zo onscherp doet. Zo. Ik denk dat ik nu genoeg heb voor één vlog. Ik ben van plan meer te gaan vloggen. En mogelijk iets minder sit-down video's te maken. Maar we gaan het zien. Het spijt me dat ik super lang missing ben geweest van het internet. Ik moet een soort van recalibreren wat ik wil doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende video.